Dit is de Samsung Plasma D8000 serie. Hij is te verkrijgen in twee verschillende maten. In een 64 inch maat heeft hij een diagonaal van 162 centimeter. Oftewel big, 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 big. Een echte bioscoop thuis. En hij is te verkrijgen in de 51 inch maat en heeft hij een diagonaal van 130 centimeter. De look en feel van deze D8000 serie heeft een mooie geborstende metalen rand met een hele dunne plexiglas rand en nog een wat hem dus echte designuitstraling geeft. En ook zoals we van Samsung gewend zijn, zo'n mooi ontzettend dun scherm. Dus mooi aan de muur hangen, want dan is het echt een schilderij. Ja, en bij zo'n design tv hoort natuurlijk ook een designvolle voet. Nou, hij staat op een vierpotige voet van mooi chroom. De specificaties van deze Plasma Samsung D8000 serie. Hij is Full HD, 600 Hz. Hij heeft 4 HDMI-aansluitingen, 1 SCART met verloop en hij heeft 2 USB-aansluitingen om dus je foto's, je video of je muziekbestanden direct op de televisie af te spelen. Hij heeft een DVB-T, DVB-C en een DVB-S-tuner. Wat dus inhoudt dat je de KPN digitale kaart, de Ziggo digitale kaart of je satelliet digitale kaart samen met de kamerdule direct in de televisie kan steken. En wat dus inhoudt dat je alles op 1 afstandsbediening kan bedienen. Hij is CI+ Ziggo gecertificeerd en UPC gecertificeerd. Hij heeft built-in wifi, dus dat je hem gewoon op je wifi-netwerk thuis kan aansluiten. Hij heeft smart tv, hij heeft second tv en hij heeft PVR, oftewel personal video recording. En deze tv is 3D en standaard krijg je er 1 3D-bril bij. En zoals we van Plasma gewend zijn, is zwart ook echt diep zwart. En Samsung heeft dat geregeld door de Real Black Filter. Ja, deze televisie heeft ook 3D. Onthoud wel, het is een functie, dus je kan ook normaal televisie kijken. Maar als er dan toch 3D op zit, zet hem dan wel even aan, want dan zit je namelijk echt in de film. Dit is de echte 3D-beleving. Ja, 3D, het woord zegt het al, driedimensionaal. Dus niet alleen links, rechts, boven, onder. Nee, maar hij heeft ook echt diepte. En dat is pas echt gaaf filmkijken. Dus bijvoorbeeld tijdens het racen, als je een film kijkt, is het echt alsof de auto's echt over je heen rijden. Nou, wat heb je nodig om 3D te kijken? Nou, een 3D-tv, maar die heb je al. Dan heb je een 3D Blue race-speler nodig of een gameconsole. En natuurlijk dan niet te vergeten ook de content, oftewel een 3D Blu-ray disc of een game. Ja, en om het dan af te maken heb je de actieve 3D bril nodig. Nou, een mooie witte oplaadbare of vind je die niet mooi, dan heb je een hele mooie nette, ja, modieuzere bril. Of vind je die niet mooi, wil je een beetje de stoere man uithangen van de hippie tijd, dan hebben we deze. Ja, het mooie van dit scherm is dat hij de 2D ook kan omzetten naar 3D. Dus wil je het journaal gewoon in 3D zien, dan kan dat ook. Ja, deze televisie heeft Smart TV. Dan kun je gebruik maken van allemaal verschillende functies als je wel aangesloten zit op het internet. Ja, als eerste heb je de Smart Hub. Dat is je startscherm waar je alles perfect vanaf kan bedienen. Ja, een absoluut te gekke optie, dat is namelijk Your Video. Dan heb je een eigen videotheek op je televisie. Net als bijvoorbeeld in de hotels. Je kan gewoon oproepen welke film je wil bekijken. En het mooie daarin is, als je meerdere films hebt gekeken, geeft hij zelfs nog een persoonlijk advies. Ja, als je een film wilt huren via Your Video, kost je dat maximaal een paar euro. En je kan dat via verschillende manieren betalen. Creditcard, iDeal, eenmalige machtiging. Daar kom jij wel uit. Ja, dan heb je ook de Samsung apps. Die kan je allemaal downloaden op je televisie. Ja, hier een aantal voorbeelden van de apps die je kan downloaden. NOS Journaal, natuurlijk een hele goeie, dat je direct het journaal kan bekijken. Facebook, YouTube, natuurlijk om de mooie filmpjes te bekijken. Niet te vergeten, natuurlijk even Tom Coronel checken.
nu.nl voor het directe nieuws, buienradar, om te weten wat voor weer het gaat worden. En natuurlijk niet te vergeten, de Twitter. En deze tv heeft een open webbrowser, dus je kan het hele internet afsurfen. En hij ondersteunt Flash. Ja, ook heeft hij social TV. Dat betekent dus dat je tijdens het televisie kijken aan de rechterkant gewoon contact kan houden met je vrienden via Facebook, Twitter of Google Talk. Ja, kijk je bijvoorbeeld Boer zoekt vrouw, dan kan je gewoon rechts in het scherm tijdens het televisie kijken gewoon mee twitteren, oftewel meediscussiëren via Twitter of Facebook. Ja, en er zit nog veel meer op. Deze televisie heeft namelijk ook AllShare. Dan kan je namelijk je randapparatuur direct laten communiceren met de televisie. Ja, en zo kan je dus alle foto's en video's van je laptop of je camera of je telefoon direct op je televisie afspelen. Ook heeft de televisie PVR, dat betekent Personal Video Recording. Dat betekent als je een USB-stick of een harde schijf erop aansluit, kan je daar direct op opnemen. Ja, dit is wel een hele gave feature van Samsung. Dat noemen ze Second TV. Stel je voor, je bent een voetbalwedstrijd aan het kijken of een ontzettend spannende film. En de mensen kunnen niet wachten. En je moet echt nodig naar het toilet. En je hebt een Galaxy S2 smartphone of een tab. Dan kan je hem gewoon gebruiken als tweede televisie en kan je gewoon doorkijken op het toilet. Ja, deze televisie kun je natuurlijk gewoon bedienen via de afstandsbediening. Maar mocht je nou een Samsung Galaxy Tab bezitten, dan kan je daar ook de televisie op bedienen. Mocht je nou een Android phone hebben of een Samsung Galaxy S, dan kan je hem daarop bedienen. Of een iPhone, applicatie downloaden en kan je natuurlijk de televisie daarop bedienen. Oftewel, voor iedereen wat wilt om je televisie te bedienen. Ja, zo'n mooie dunne tv hoort natuurlijk plat aan de muur te hangen. Je kan hem of helemaal plat aan de muur doen, je kan hem naar voren laten hellen of je kan hem zelfs helemaal van de muur laten zwenken. Vogels heeft voor alles de oplossing.